Overheid probeert COVID-19 ver weg van leefgemeenschappen te houden. Naar aanleiding van de dreigende situatie in het binnenland zal president Desiree Bouterse een ontmoeting hebben met het traditioneel gezag. De overheid probeert het COVID-19-coronavirus ver weg van de leefgemeenschappen in het binnenland en de grensgebieden te houden. Het Nationaal COVID-19 Management Team heeft daarom op vrijdag 10 april alarm geslagen bij de president nadat zij door epidemiologen gewezen was op een dreigende situatie. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.